Ik laat jullie nu zien hoe je het beste een huidolie, massageolie of lichaamsolie kan maken. En voor een lichaamsolie of massageolie gebruik ik meestal amandel en jojoba. Maar kies welke je zelf het prettigst vindt als lichaamsolie. Voor een gezichtsolie kies ik een vitamineolie, zoals ook de rozenbottelolie of een arganolie. Zo zijn er echt ontzettend veel soorten vette plantenolieën. Maar de amandel en jojoba kies ik heel graag uit, omdat het een neutrale geur heeft. Dit is 50 milliliter. Daar doe ik ongeveer 15 druppels aan toevoegen. En ik maak een olie speciaal voor het immuunsysteem. En dit kan een bodyolie helemaal zijn, een lichaamsolie, waar je van top tot teen mee insmeert. Maar wat ik ook vaak adviseer is als je een bepaalde werking wil hebben, dat je een klein beetje ervan op je hand doet en dat verdeel je over je buik. Rondom je navel, eventueel in je navel en onder de voeten. En dat smeer je goed in je handen. Je inhaleert het goed. Door het op je buik en onder de voeten te smeren. Rond je buik, daar zitten, rondom je navel, daar zitten allemaal meridianen. Maar bij je buik zit ook je gevoel. En als je de huidolie aanbrengt op je buik, dan beïnvloed je je gevoel. En als je een olie hebt, zowel voor het immuunsysteem, maar ook voor de psyche of voor je hormoonsysteem. Wat er ook maar aan de hand is of als je slecht slaapt. Dan is dit een geweldige manier om aan te brengen op je buik, maar ook onder je voeten. En als je dat op deze manier gebruikt, natuurlijk kun je ook je hele lichaam daarmee insmeren. Maar al die punten van onder je voeten en rondom je buik is een hele belangrijke.